daar zit je dan, samen met je vriendin vast op een camping in Botswana. Het plan was om na 4 weken weer naar huis te gaan, maar plotseling waren de grenzen dicht. Het stel is inmiddels weer terug. Maar dat heeft wat voeten in de aarde gehad. Dirk en Karin reisden samen naar Namibië en Botswana toen ze ineens met het coronanieuws werden verrast. En toen kwamen niets vermoedend de bush weer uit om naar het vliegveld te gaan. En toen stond onze telefoon rood gloeiend en bleek dat er niks meer wegging en dat we vast zaten. Gelukkig kunnen ze terecht op een camping waar het goed vertoeven is. Dirk is cameraman van beroep en filmde een dag uit hun leven daar. Hij ruikt goddelijk lekker. Nou, we dachten, dit komt wel goed en het gaat niet al te lang duren. Maar als Botswana compleet in lockdown gaat en niemand zonder vergunning nog de straat op mag, begint het al wat minder te worden. Ze kunnen bijvoorbeeld zelf geen boodschappen doen, dat doet de camping-eigenaar. Ja, en die kwam dan terug met de helft ongeveer, want die snapte natuurlijk van heel veel dingen niet wat het was. Of het was er niet meer, want er kwamen ook steeds minder voedingsmiddelen binnen. Ja, het was wel improviseren. Ja. Soms saus zonder noedels. Ja. Maar na weken wachten gaat de lol er langzaam vanaf. Dirk mist zijn zoontje, die hij inmiddels al bijna 2 maanden niet heeft gezien. En ook het geld raakt langzaam op. Het contact met het ministerie verloopt moeizaam. Toen hebben we via een website een mobiel nummer van een consul gevonden. En die hebben gewoon een WhatsApp-bericht gestuurd. En dat is echt de rest van die maand is dat onze grote held geweest. Het lukt hem uiteindelijk om ze op een vlucht te krijgen vanuit Zuid-Afrika. Maar daarvoor moeten ze eerst dagen met een bus. Maar die bus mocht dan weer niet de grens over. Dus toen moesten we een soort van lopend over de grens. En dan daar stond dan weer de volgende Zuid-Afrikaanse bus op ons te wachten. Tot overmaat van ramp, dat toch meteen even zeggen. Kregen we nog een e-mail van het ministerie. Of het ons nog wel verging in Senegal. Uiteindelijk komen ze met Koningsdag aan op Schiphol. En het is nog even wennen. En wij zien ze nou, oké, wat is er allemaal? We liepen hier een beetje langs die Amstel. En we zagen mensen een beetje afstand houden van elkaar. Dus we hadden het nieuws wel gevolgd. Maar het is wel even, ja. Het was wel een cultuurshock, ja. En horen jullie nu bij kamp echtscheidingen of baby's? Het was een goede relatietest en die hebben we met vlag en wimpel doorstaan. Zeker. Ja.